Thank you.
Volgens mij is het niet zo'n goede chauffeur, wel? Jawel hoor. Oh, nou. Dat is dan weer een meevaller, Bettis. Ja, wel. Maar... Alleen, hij moet meer toeteren. Oh, wat hoor ik nu, Bettis? Ja, ik toeter te weinig. Ah. Ja. Maar het is al een man op leeftijd. Die kan niet meer zo tegen dat lawaai, denk ik. Oh, ik wel. Ik vind het wel leuk. Ja. Nou. Vertel ook even wat we onderweg gekregen, hè? En van wie? Een ijsje. Van wie jij dat gekregen? Dat is wat ik zelf dus altijd heen ga, bij Kozijnse. Dat is leuk. Ja. Maar ik heb wel een goede oplossing. De volgende keer Bettis gewoon een koptelefoon opzetten. En dan? Hoort hij je toeteren niet meer? Nee, dan ga ik wat toeteren. Zo is het. Ja. Nou ja, Adrie, goeiedag. Goeiedag. Hey, Truckfestijn 2017. Axel Bekiek, hij de ergste zorg gehad. Je kijkt de vrede van je af. Hoe is het verlopen? Nou, eigenlijk hartstikke mooi. In ieder geval mooi weer. En gisteren de voorbereiding ging ook goed. En de hele rit is eigenlijk prima verlopen. Helemaal naar wens. De stress is helemaal weg. Hey, ja, stress. Het hoeveelste jaar? Het negende jaar. Volgend jaar hebben we jubileum. Ja, dus dan hoor je ook niet heel echt zenuwachtig meer te wezen. Dan heb je het redelijk onder controle, toch? Ja, maar dan kun je wel zien hoe zenuwachtig ik altijd ben, toch? Ja, dat klopt. Maar als ik dat zo zie, je drinkt er in elk geval al een lekker biertje van. En die heb je wel verdiend, dacht je? Ja, ik denk het wel. Ja, die zakt ook net lekker weg. Dus, Hey, met die voorbereidingen, ik kan me voorstellen dat kun je nooit alleen. Zeg eens in het kort hoe het werkt. Ja, we hebben een man of drie waar we de voorbereidingen mee doen. Brigitte die zorgt altijd voor de passagiers. En Henk en ik zorgen voor de chauffeurs. En moet je de voorbereiding hier en dan pakken we samen met z'n drie op. En dan, ja, dat. We hebben nog een koppeltje van een mannetje of 20 bij je die helpen opbouwen en, ja, en straks weer afbreken, hoop ik. Hey, ik wil je hartstikke bedanken en zeker ook de rest van de vrijwilligers. En ik hoop dat je nog jaren blijft organiseren, weet je dat? Ja, dat doen wij ook. Wij doen het met plezier en je ziet wat mensen allemaal plezier mee en chauffeurs en passagiers, alles bij elkaar. En het mooi weer erbij en wat dat er gaat, moet het volgend jaar gewoon weer lukken. Ik zeg gewoon even als afsluiter, hartstikke bedankt. En ik hoop dat jullie de energie en de ver inhouden, dat we er nog jaren van kunnen genieten met gehandicapten. Ja, mensen met beperkingen, want je hebt ook alle soorten mensen. Hè? Ik zie ze met een rolstoel, ik zie ze springen. Ja, maar de chauffeurs zijn net zo blij als de passagiers, denk. Tenminste, dat ik dat zo een beetje rond zie, dan ik denk dat ze het allemaal wel leuk vinden. In plaats van 100 doe je het eigenlijk wel voor 200 mensen. Ja, ja, en de rest. Ja, precies. Kun je nog zo heinig in de gauwheid dat je zegt van dat moet ik nog even vertellen, want dat was lachen of een mooi dan verzinnen. Daar hebben we niks aan natuurlijk. Nee, ik zou het zo niet weten. Het is elk jaar altijd weer verloopt altijd weer goed. En, het is niks in bijzonders. Nee, misschien van het jaar dan met het jubileum. Maar dat, ik zeg bedankt Adrie en geniet er nog even lekker van. Hè? Dat gaan we doen.
gaan we doen. Als jullie het ook doen, dan komt het goed. Bedankt.